Bij de aanleg van een weg wordt begonnen met een bedding of cunet van zand. Tot zover is alles gewoon. Nieuw is dat wat nu volgt niet door stratenmakers, doch door een machine gedaan wordt. En wel in een tempo van 250 meter weg van 3 meter breedte per werkdag. Twee arbeiders passen de betonnen stenen van zwaluwstaartmodel in elkaar op een schuine stalen plaat. Dit vlak van stenen, dat de breedte heeft van de weg, wordt zeer nauwkeurig gelegd. De afzonderlijke betonstenen pakken in elkaar en de machine rijdt de nieuwe straat in zijn bed. Een lopende band voert de stenen naar het glijvlak. Door toepassing van het zwaluwstaartbeginsel liggen de stenen muurvast tegen elkaar en zijn ze ook niet vatbaar voor de wringende werking van passerende wielen en banden. Het stalen vlak van de machine is in trillende beweging, waardoor de in elkaar gepaste stenen omlaag glijden en de machine de nieuwe straat netjes neerlegt. Aan de achterkant bevindt zich een trilbalk waarmee de weg wordt aangetrild. Deze geheel Nederlandse vinding, waarop inmiddels octrooi is aangevraagd, kan met 7 ongeschoolde arbeiders een 1/4 kilometer straat per dag maken. Een aanwinst dus van belang.